Welkom bij de honden- en kattenkast. En dit is niet alleen een podcast. Hallo. Je kan mij en mijn gast van vandaag ook zien als je naar de Pets Place YouTube-site gaat. Dan kan je dus meekijken. Vandaag zijn we in Utrecht bij Sander Hogendoren. Hij is een ochtendmens. Omdat hij op 3FM Sander's vriendenteam tussen 6 en 9 presenteert. Maar zijn huisdier is een nachtdier. En dan weet je het al. Sander is kattenfriek en gooit zijn Instagram ook nog eens uh, vol met updates over zijn kat Kimi. En je hebt haar ook aan. Ja, ik uh, heb een trui met, uh, met Kimi erop. Dat was een, een vriend van mij die, uh, die ik vaak in de kroeg tegenkom. Die zei, ik heb nou iets, uh, stuur een foto van je kat op. Dan maak ik er een soort, ja, soort tekening van. Wat vet. Dus dit is ook echt Kimi. Uh, afgeleid van een foto. Geweldig. En, uh, ja, ik ben er heel blij mee. Die dus ja. is ook aangetrokken. Heb je er vaak aan? Ik heb er best vaak aan. <laughs> het is ook echt een heel lekker truitje. Dus, uh, ja. Dat is mooi. Wil jij Kimi aan ons voorstellen? Ja, Kimi, ja? Uh, Kimi is een kat van 9 jaar oud nu, en die heb ik drie jaar geleden uit het asiel gehaald. En uh, Kimmy is, ja, ik weet niet. Kimi is super eigenwijs, is, is, is ook een beetje, beetje bijterig af en toe, maar nooit heel naar of zo. Uh, en Kimmy uh, is heel erg gefixeerd op eten. Dus, dus alles wat er, wat er gebeurt. Als zij maar te eten heeft, dan is het goed. En, ik ja. dacht ook al te zien dat ze, het is niet het slangste katje dat nee. ik ooit gezien heb. Ik heb ook nu dieetvoer ja? uh, vanuit de, de dierenarts. Uh, dus het gaat beter. En uh, ieder half jaar neem ik er even mee uh, voor een ja. weegmomentje. Dus uh, we zijn op de goede weg, <laughs> heb ik gehoord. Maar uh, ja, ik, ik kan ook voor haar geen volle bak neerzetten, want dan gaat hij gewoon ik op. het gewoon op. Dus ik heb nu zo'n uh, voerautomaat gekocht. Op wifi, uh, met voorgeprogrammeerde voor tijden, dat er, dat er brokjes uitkomen. En dat werkt echt supergoed. En daar, uh, daardoor valt ze dus een beetje af. Ja, omdat ze gewoon vaste hoeveelheden krijgt en uh, op vaste tijden. Ja. Dus ze weet ook, ja, gewoon, um, pas om 12 uur is, de, is de vol het volgende moment. Dus Kim heeft ook klok leren kijken. Ja, niet echt, want ze vraagt er nog steeds om, maar uh, het werkt wel beter. Ja. Hoe ziet ze eruit? Kimmy is zwart. Een um, ja, zwarte kat eigenlijk met, met witte accenten, witte sokjes, een wit puntje op de staart en een, uh, een wit befje eigenlijk. Ja. Dus dat, is, dat, is heel, ja, dat vind ik heel lief en herkenbaar. Miauwt ze veel of is het mouwen? Um, ja, het dit is, dit is een beetje een soort miauw vermengd met een soort kuchje. een soort miauw. <laughs> 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 soort blaf lijkt Ja, het wel. Soort, soort miauw blafje is ja. het. Ja. En ja. dat doet ze wel echt veel als ze eten wil. Is ze vrouwelijk of op, opvliegend? Nee, ze is niet opvliegend. Ze is, ze is niet... Uh, want ze is ook wat ouder natuurlijk. Dus ze is niet zo heel springerig meer en zo. Ze is, het is echt een soort... Ja, grumpy old woman oh, is het. Oh, nice. Ja. Knuffelkont of rust? Zo heel, erg, uh, heel erg knuffelkont wel. Want, uh, want als ze... Uh, laat me zeggen... Nou, ze wil altijd eten en dat ja. demonstreert ze ook door nou, echt te gaan zitten op je. En dan denk je: ah oh, wat lief. Maar ik heb ook wel eens gehoord van iemand die dierenarts is: ja, het is ook een beetje dominant gedrag eigenlijk. Ja. Uh, want ze weet gewoon dat ze van jou eten krijgt. Ja. Dus maar ik, ik zie het gewoon als liefde. Ja, tuurlijk. Dat willen we allemaal ja. toch? Zo zien we het allemaal. Honden en katten, ze zijn zo lief, maar ze willen gewoon alleen maar eten. Ja. Uh, komt ze graag buiten? Nee, ja, een beetje. Uh, ze gaat wel iedere ochtend in de zomer naar buiten, in de winter nooit, want dan is het te koud. En <laughs> ze gaat ook nooit ver van huis. Dus het is, het is, het is een soort hele kleine avontuur hier. Het is ja. echt uh, vijf minuutjes even de, de buurt door snuffelen. En ik heb ook het idee dat zij in de hiërarchie in de buurt uh, katten, dat ze onderaan staat. Oh ah, ja, ze mag niks. Nee, uh, Pies ook andere katten in de tuin. Dus uh, ja, het, buiten is niet haar favoriete plek. Nee. Maar uh, nou, soms uh, dan, uh, dan kan ze er wel van genieten. Dus je hebt ook geen last van uh, halfdooie vogeltjes, halfdooie muizen die naar binnen worden gesleept. Heb ik één keer gehad. In, uh, het was vorige zomer. En toen hoorde ik ineens een raar geluid beneden aan de trap. En daar lag een heel jong vogeltje oh. te kermen. En die was eigenlijk al meer dood dan levend. En, ja. Uh, die, ja, wat doe je dan? Ja, wat heb je gedaan? Ja, die heb ik verdronken. Oh. <laughs> dus ik heb een pollepel gepakt en een emmer. En die, ja, ik heb het gewoon even onder water gehouden. Oh. Maar wat dat ik wat neem zou jij aan, doen? Ja, ja, ik denk... Nou, wij hebben dus een keer een half dooie muis gehad ja. uh, en die, uh, dat vond ik ook heel zielig. En toen, nou ik heb het sowieso uitbesteed aan mijn man. <laughs> uh, en die heeft, ja dat is ook heel erg, die heeft dus zo'n hele grote grintegel bovenop hem gegooid. Oh nee, dat geeft ook een rotzooi. <laughs> okay. Nou, we hebben, dus <laughs> we hebben dus die tegel ook gewoon heel lang daar laten liggen. En op een gegeven moment, ik denk na een jaar of zo, heb ik gezegd, we moeten die tegel een keer weghalen daar. En toen viel het wel mee. Ja, was toen allemaal... was het. Uh, ja, dat de natuur dat als een dan... werk ja, weer gedaan. Ja, zeg maar. Ja, nee, het is eigenlijk heel erg. Want we zijn onwijs dierenvrienden. Ja. Uh, maar ongedierte, ja, wat doe je daarmee? Weet je wel, dat is toch. Ja, een vogeltje is natuurlijk helemaal nou, geen ongedierte. Ja. Maar je wil ook niet dat een beestje lijdt. Precies, dat was het. Anders had ik het wel vrijgelaten. Maar daar was, ja, uh, was echt weinig geen. Weinig meer van over. Oh, wat zielig. Maar het lijkt me wel heftig. Ook verdrinken. Ja. Um, hoe omschrijf jij de band met Kimmy? Ja. Ik zie dat wel echt als een. Als een, als een, als een Kimmy is echt een van de beste dingen die mij is overkomen uh, in het leven. Is zij erenlid van, jou, van jouw vriendenteam? Absoluut, zij staat, staat daar boven. Zij is spiritueel leider van het vriendenteam. <laughs> en, um, oh, hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd al een katten gewild. Alleen vroeger woonde ik te klein. En uh, had, was er geen buiten. En toen ging ik samenwonen met iemand uh, vier jaar lang die absoluut geen kat wilde. Nee. En dat ging uit. En ik denk echt dat het twee weken daarna is dat ik naar het asiel ben Hij was echt de deur nog niet uit. Of uh, Kimi was er. Ja. En uh, ja, dat is echt, echt een, van de, een van de leukere dingen. die Een van de betere keuzes na die relatie ook die, die ja. ik gemaakt heb. Omdat het... Ja, ik weet het niet. Het, het is heel gezellig. Het, je hebt gelijk een soort... Ja, je hebt een doel in je leven. In ieder geval die kat in leven houden. En het, 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 ja, ik, ik voel echt wel... Een soort, soort liefdesband of zo. En ja. ik, ik denk ook echt dat, dat Kimmy dat ook voelt. Alleen, ja, misschien niet op, op de menselijke manier, maar. Ja. Je denkt wel dat zij ook een beetje van jou houdt. Ja. Ja, en het maakt je ook wel. Ik denk dat het ook met kinderen zo is, maar ook met, met katten wel. Het maakt je heel erg. een beetje spiritueel of zo, omdat. Kijk, een kat is gewoon een kat. En die wil gewoon eten en slapen. En dat, dat is gewoon hoe die geprogrammeerd is. En wij mensen, wij denken veel te veel na. Ja. Dus af en toe, als je gewoon weer even met je kat bent. En je, en je speelt er even een half uurtje mee. en je eit dat en zo. dan ben je gewoon alleen maar met je diertje bezig. En ja, dat werkt voor mij ook wel. Ja, dan ga ik weer niet met mijn telefoon zitten. of, ja. of dingetjes. Het, ja, het, gewoon heel meditatief werkt het wel. Ze geeft je echt rust. Ja, ja. En het, 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 het houdt me ook af en toe een spiegel voor. als, als ik dan weer. Veel te moeilijk bezig ben in mijn hoofd, of er zijn weer allemaal problemen en zo. Dan denk ik nee, maar een kat heeft dat niet. De kat, het enige waar Kimmy mee bezig is, hij is, krijgt te eten ja. en uh, loopt er niet de andere kat in de tuin. En dat is dan ook een leerschool voor je. Ja. Van, want je moet een beetje terug naar je innerlijke dier zijn. Ja. Dus je moet niet gaan, nadenken, maar gewoon gaan. Je moet gewoon zijn en go with ja. the flow. En uh, ja, dat werkt goed. Hier spreekt een echt kattenmens, <laughs> maar ik ga je toch de vraag voorleggen. Ja. Honden of kattenmens. Ja, echt een kattenmens, sowieso. Ik heb wel, maar mijn vriendin heeft een, uh, een, een hond waar, waar ze af en toe uh, een paar weken op mag passen. Ja? En dat is. Een enorme ook... labradoodle is dat. Ja, toch? een labradoodle inderdaad. En die is, nou, die is nu aan het puberen. Die is een jaar oud. En uh, ja, dat, dat is zo'n draak. Maar dat is, dat, is, dat is weer op een hele andere manier uh, heel leuk. Die is heel aanhankelijk en die vindt die vind alles leuk wat jij verzint. Ja. En dat, dat, dat is zo tegenovergestelde van wat, uh, wat Kimmy is. En we hebben ze ook wel eens bij elkaar gezet. Ja, ik wilde en, net zeggen, hoe gaat dat? Ja, uh, nou Boezel, ze heet die, die, die wil dan heel graag spelen en alles onderzoeken. En ja, Kimmy is gewoon, uh, gedoog je wel dat je hier in huis bent, ja, ja. maar uh, blijf van mijn voerbak. Ja, maar en als, uh, want als uh, een heleboel katten die, nou ja, of ze zetten even zo'n hoge rug op en dan weten honden wel vaak van, oh, we ja. ze uit de buurt blijven. Uh, maar sommige katten die rennen natuurlijk ook. Mijn honden die gaan dan blind erachteraan. Ik weet ja, niet hoe dat is wel een dat, keer uh... gebeurd. Ja. Dat Kimmy echt de tuin rende en Woezel <laughs> bijna bovenop sprong. En dat. Uh... Maar dat doet hij niet, ja. niet meer. Dus nee, het is is nu wel, uh, het is nu wel een mooi verstandshuwelijk eigenlijk. Ja. Je vertelde net dat je uh, dat je Kimmy uit het asiel hebt gehaald. Ja. Weet, je, weet je ook iets over, over de geschiedenis en, en hoe ze daar terecht gekomen is? Nee, ze was wel een beetje. Ja, ze was al zeven ja. toen, uh, toen ze. Toen ze haar kreeg. Ja, ik weet eigenlijk niet. Uh, ik heb het wel gevraagd. Maar ze wist het ook niet zo goed. Nee. Ze had wel veel flooien en zo toen ze binnenkwamen. Maar ja, waarschijnlijk was het een, een gezin waarbij er nou ja, kinderen kwamen of zo. En die kat kon daar niet mee omgaan. Nee. Want uh, ja, voor de rest is er eigenlijk niet zoveel mis nee. mee of zo. Ik heb niet het idee dat ze enorm. Getraumatiseerd is, misschien heeft ze een tijdje zonder voer gezeten, dat ze nu daar heel erg op gefocust is. Dat, dat zou een hoop verklaren. Ja. Maar ja, ik denk ook echt, en ook iedereen die luistert of kijkt, uh, ja, als je een katje of een hond wil, ga eerst in het asiel kijken, want ja. er zitten daar zulke goede beesten. En ja, als je, gewoon een, als je een goed asiel hebt en je legt uit wat je situatie is, dan krijg je er altijd een, een mooi beestje voor ja. terug. En wat heel handig is, is dat je uh, het hele opvoedingsgedeelte, wat vaak toch ook nog best wel ja. uh, een dingetje is. Katten die in de gordijnen hangen en zo als ze kitten ja. zijn en uh, in je huis lopen en honden idem dito natuurlijk. Ja. Dat, dat gedeelte heb je dan natuurlijk niet meer. Nee, dit was wel uh, vrij snel oké. Okay. Dat uh, kind ja. was ook wel vrij snel gewend. En zat ook uh, een beetje een, een kale plek op de rug uh, in het asiel. Dat ja. uh, was een beetje van de stress en zo. En die ging ook weg in de eerste maanden ah, ja. toen, toen ze bij mij was. Dus ik dacht ook, wauw, ze is gewoon echt goed. gelukkig. En ja. ze kan naar buiten en uh, ja, ja, we hebben het echt leuk. En waarom wilde je haar? Want asiel zit er natuurlijk vaak hartstikke vol met allerlei dieren. En hoe ja. maak je dan een keus? Nou, ik kreeg eerst een kat te zien en die uh, zat echt achterop uh, op het dak ergens uh, helemaal. Die zei ja, ik zei ja, is dit er? Ja, ja, dit is ik. Ik vind ik het niet heel gezellig. Nee, uh, ik wil best uh, voor een katje zorgen. Maar dit, dit, dit past niet bij mij. En de tweede kat die ik kreeg te zien, dat was, die kwam gelijk wel uh, naar me toe en een beetje kopjes en zo. En toen zei ze, de magische woorden: ja, hij valt wel soms ineens mensen aan uh, uit het niets. <laughs> toen zei ik, ja, maar het, is, het is mijn eerste kat. Misschien is dit uh, hè? voor iets uh, ervarener. Ja. En de derde kat die ik kreeg te zien, was Kimmy en dat was die ja, dus zeg wel eens, uh, katten, kiezen jou uit uh, ja. in het asiel en niet uh, jij. En die kwam gelijk kopjes geven. En ja, het was zo'n scheetje. Ja. En die, uh, dat, dat was meteen raak. Liefde op het eerste ja. gezicht. Ja. Um, je zei net al dat ze niet uh, super veel naar buiten gaat. Nee. Maar heb je het idee dat ze ook. Ja, ze is natuurlijk wat ouder, hè? Dus. Ja. Um, ze heeft dan ook niet heel veel ruimte nodig om te bewegen. En, uh... nee, nee, ze is niet heel, heel bewegelijk. Spelen is, is, is vaak ook uh, na vijf minuten klaar mee. Uh, het is, ja, het is gewoon is een, he het is een hele chille oude dame, eigenlijk. Ja. Die niet veel nodig heeft. Speelt uh, die, die speeltjes ook niet en zo? Nee, eigenlijk niet. Ik, nee, eigenlijk niet. En uh, de enige keer ook dat ze lang naar buiten gaat, is dus als ik buiten ben. Dus als ik in de tuin bezig ben of ja, ik zit echt. boven op, me, op een dakterrasje, dan, uh, dan is het ineens een stoere avonturier. En dan gaat ze ook de tuin van de buren in en dan komt ze weer terug. En, uh, ja. Ja, dus het is altijd wel heel erg gefocust op, uh, op de mensen die thuis zijn. Ja, dat is, ook wel, dat is wel gezellig. Terwijl ze dat toch niet zeggen van katten. Hè? Dat dat echte gezelligheidsdieren zijn. Die gaan gewoon een beetje hun gang. En die... Ja, maar het is wel. Kijk, als ik naar buiten ga. Komt ze er nooit gelijk achteraan. Zoals een hond. Dus het nee. is wel een soort van on my own terms. Ja. Ik kom. Na vijf minuten kom ik. Ja. En vind je dat dan ook le vind je dat dan zo leuk aan een kat? Ja, ik vind het heel leuk dat het een soort. Uh, ja, dat, dat katten wel echt een, een eigen willetje hebben. Ja. Waarbij ik bij honden soms denk. Jij vindt alles leuk. Zukkel. Ja. Ja. Ja, een beetje zoals honden ook in tekenfilms worden afgeschilderd. En, ja, <laughs> Ga je, honden, kijk uit, hè, want je zit hier met een uh, ja. grote hondenliefhebber. Nee, maar dat vind ik wel echt leuk van katten. Dat je er af en toe echt je best voor moet doen. En nou ja, dat, het, dat het dus niet een soort um, kneedbare bal is van mij als mens. Het is niet nee. een soort verlengstuk van mij als mens. Nee, het is, het is echt een kat. Eigen wil, eigen persoonlijkheid. En daar moet ik me soms ook voor aanpassen. Dat, ja. dat vind ik ook echt heel leuk eraan. Ja. Luistert Kimi naar de uh, naam? Ja. Wat heette ze al Kimi toen? Nee. nee. Hoe heette ze? Binky. Binky. <laughs> <laughs> dan weet je gewoon dat er gewoon ja. waarschijnlijk ja. twee jonge kinderen geweest ja. zijn die de naam van de kat mochten kiezen. Ja. Oh, het wordt Binky. Ja, ik dacht, nee, het wordt geen Binky. En hoe kwam je dan op Kimi? Uh, Rijkonen? Ja, ik, ja? Uh, ik wilde heel graag iets, iets Scandinavisch, want ik heb uh, een, een vriend in Noorwegen en Ik vind die namen heel leuk en dat taaltje en zo. Ik dacht, oh, ik kan misschien wel daar iets kiezen. Ik dacht, ik rijden heel veel Scandinaviërs, rijden Formule 1. Toen ben ik ja. gewoon de, 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 de driverslijsten afgegaan. Mika. Mika Hakkinen. Mika vond ik best wel leuk ja. ook. Uh, maar er is al een, een kind wat Mika heet, die kende ik al. Dat en al een vond... zanger. Ja. En toen uh, Valtteri, van Valtteri Botta. Valtteri Bottas. vond ik niet leuk. Ja. En toen Kimi. Ja. Toen dacht ik, Kimi, Kimi. is wel echt een kap naam. Ja. Maar nu, aan de andere kant baal ik ook, want ik ben ook een beetje met kindernamen af en toe bezig. <laughs> en toen dacht ik, oh. maar Kimi is ook ja. leuk voor een kind. Ja. Maar dat kan eigenlijk kan niet, kan niet meer, toch? Ja, of je moet een paar. Ja, nee, dat is een beetje gek. Ja. Dat je eerst je kat en dan je kind. Dat je je zoon uh, uh, op zijn tiende moet vertellen. Ja, ja. Ik, ik had vroeger ook een kat die heette Kimmy. Ja, dat Sorry. is een beetje gek. <laughs> <laughs> ja, dat is wel een beetje raar. Maar je hebt dus ook een kinderwens. Ja, denk ik ja. wel. Nou, dat is uh, gewoon even een heel uh, ander zijstraatje. Um, wat vind jij als je Kimmy dan vergelijkt met een. Met een andere kat of met andere katten, want je hebt vast kattenvrienden. Het leukste aan je eigen kat? Dat het echt, echt doet waar ze, waar ze zelf zin in heeft. En ook soms komen er wel eens mensen bij mij thuis. En dan, Kimi gaat daar ook altijd wel bij zitten. Ze is niet eenkennig of zo, dus die komt altijd ook bij anderen zitten. Um, maar als je kimia net niet op de goede manier aait of weet je wel, um, in plaats van over de rug of over de koppie aan de zijkant, dan, dan hap ze gewoon. Niet hard, maar dat is voor mensen die voor het eerst komen best wel schrikken. Ja. Ja, en dan, ik zeg dan ook altijd, ja, dan, 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 doe, je het, dan doe jij het, ja, doe het, niet, het goed. niet goed. <laughs> en dan zeggen ze, nou, je bent echt een kutkat. <laughs> zeg ik, nee, jij doet het gewoon niet goed. Je weet gewoon, als ze bijt, nou, dat vindt ze niet fijn. Ja. Dus, uh... Maar goed, ze bijt wel lief. Hè. Het zijn toch een soort uh, love bites. Ja. Dus, heb je in je huis nog moeten aanpassen toen ze kwam? Nou, ik heb wel veel uh, troep gekocht. Ik heb uh, <laughs> ik de, ook alweer weer weggedaan, maar ik, ik had. Nou, Rijnen, opgehangen, lager, hoger. Nee, Dat maar echt een de heb ik gekocht. Oh, ja. Nou, uh, het is echt alleen de bank nog steeds uh, wat de krappaal is. Die is echt. Uh, helemaal naar de. Was gelukkig niet de hele dure bank, maar gewoon die hele dit stuk. Ja. Dat is helemaal weg aan beide kanten. Dus uh, dat wordt gewoon echt over, over een paar jaar een ja. nieuwe bank. Ik heb zo'n cat cave gekocht, dat is een soort ton waar ze in kan. Ja. En nou, daar ging ze ook nooit in, dus die heb ik ook aan iemand verkocht uh, op Marktplaats. Uh, ja, dat was uh, van een oud vrouwtje en dat is ja. gebruikt. Dus ja. ik heb, en ik heb die voederbak die waar ik heel blij mee ben. Dat kan ik echt... Uh, want ik kan bijvoorbeeld nu ook gewoon een keer een nachtje bij mijn vriendin slapen. En dan krijgt ze gewoon eten. Oh ja, dat is zelfs top. Zonder dat ik daar dan weer de buurvrouw voor hoef te vragen. Weet jij ook of dat voor ja, voor honden. Honden moeten natuurlijk ook altijd uit. Dus dat heeft misschien minder zin. Ja, maar het bestaat wel. Ja. Kan ook voor en al een uh, kattenbak, denk ik. Kattenbak, dat is wel uh, een mooie. Is dat en een uh, vies? Nee, ik heb ook wel een, uh, een mooie met iets met die, die je kunt uitschuiven. Dus die kun je ook gewoon. Dus je hoeft er niet uh, helemaal in te duiken oh, nee. om hem schoon te maken. En, uh, en ik heb een kattenluikje die op haar chip reageert. Dus uh, de enige oh, ja. kat die binnenkomt, is, dat is ook uh, wel is fijn, creamy. dat is leuk. Ja. Hoeveel kattenbak heb jij? Eén. Strikvraag. Ja. ja, want ik heb toen wel gelezen dat je um, voor iedere kat die je hebt, uh, plus één kattenbak moet hebben. Ja, dat klopt, ja. En ik heb heel lang boven ook een kattenbak ge gehad. Maar ze ging er niet mm, in? ging er niet in. Toen oh dacht ja. Ik, ja. Uh, kan, dus die heb je niet. ook weer... Uh... Dus die heb ik weggedaan. En um, ik heb toen wel een keer de fout gemaakt um, om dat uh, flapje eruit gehaald. Dat, uh, hoe ze binnenkomt. Dat ja, deurtje. Ik heb, ja, ik heb helemaal geen verstand van kattenbakken. Nee, nou ja, de kattenbak heeft vaak zo'n zo zo flapje. Zo'n ja? zo deurtje. Die had ik eruit gehaald. Toen ging ze erop. Toen heb ik die na twee weken wel weer teruggehangen. En toen ja? scheet ze ineens mijn hele bed vol. Dus dat was echt. Uh, Kimmy didn't like de flapjes. Oké, okay, dus dat, uh, dat heb je goed geleerd. Maar goed. Uh, twee kattenbakken is dus uh, eigenlijk goed voor, voor dieren. Ja. Uh, als je, of als je er één hebt. Maar niet voor mij, nou. Maar niet voor de jouwe. Goed, um, ja, de, over het eten um, hebben we het natuurlijk al een beetje gehad. Uh, er is ook nog zoiets, uh, die, we hadden het natuurlijk net over dat vogeltje dat Kimmy een keertje mee heeft genomen. Uh, heel veel katten die doen dat natuurlijk waanzinnig vaak, maar wist je dat je dan ook extra moet ontwormen? Omdat ze dus allemaal hele gore. Oh, omdat ze bacteriën binnenkrijgen. Ja, ja dat wist ik eigenlijk niet. Nee, precies, maar, ik, nee, maar ik doe wel netjes uh, eens in het kwartaal ontwormen en, en vlooien. Dat... Ja. Ik ben wel redelijk netjes, uh, ja. Ik heb het wel het idee dat ik echt goed voor de zorg ja. en dat ik echt alles doe wat de dierenarts zegt. Uh, wat moet, je, moet je nog iets doen aan de vacht? Nee, af en toe kammen, maar dat ja. volgens mij de, de vacht. Uh, ja, dus je eigenlijk als ze naar buiten gaat. En ja. Uh, ja, ik heb dan dieetvoer. En dat, uh, daar, daar is ze wel echt ook van afgevallen. Vind ik jammer maar, want het was heel duur. <laughs> <Het> is, <echt laughs> is dat duur? Ja, dat is echt uh, 80 euro per zak. Zo. Het zijn wel, het zijn wel grote zakken, maar ja. Uh, yeah. Maar wanneer is dan voor jou het moment gekomen dat je dacht, oh, ze is echt een beetje te dik? Of heeft jouw dierenarts dat tegen je gezegd? Nee, ja, want toen ze in het asiel was, was het een heel klein compact poesje. <laughs> en uh, ja, ik had gewoon gehoord, ja, je kan gewoon een volle bak neerzetten ja. en dan eet, ze eten ja, zelf. Dat zie ze zelf. Ze kunnen vaak. dat heel vaak reguleren of zo. En bij deze ging ik gewoon de hele tijd de bak leeg. Dus op een gegeven moment ben ik daar ook even met de dierenarts over gaan praten van, wat moet ik dan doen? Ze zei, ja, ga het maar afwegen en geef gewoon op gezette tijden dat voer. Ja. En um, beter, want ja, ze is nu echt uh, een kilo te dik. Dat is voor een kat heel veel. Ja. Dus beter ga je ook uh, dieet voer geven en uh, houd dat een beetje in de gaten. En uh, toen is ze wel echt uh, bijna een kilo weer afgevallen. Ah, ja. Dus uh, nu, ja, het is nog steeds niet de slangste. <laughs> maar um, ze is niet meer het lachetje van de straat. <laughs> Misschien komt ze nog een keer wat hoger in die hiërarchie. Ja, dat uh, zou trek. leuk zou zijn. Dat zou wel ja. een leuke voor de zijn. Uh, kan, je, kan je katten trucjes leren met eten? Wat bedoel je? Nou, dat je, kijk bij een hond, uh, dan kan je dus zeggen zit en dan belooien je hem. En dan leert hij dus uiteindelijk uh, dat hij, als je zegt zit, uiteindelijk een snoepje weghoudt. Maar dan gaat hij wel zitten. Dat ja. is zeg maar de. Maar kan je dat met een kat voor elkaar krijgen? Ik denk het wel, maar niet, uh, ik heb het niet bij mij geprobeerd. Nee, juist omdat ze zo op, op voeding... Ja, je kan niet een kat laten zitten of zo. Dan nee, ik ze, maar ze, wel ze apporteert dat het wel. Terug... Dat is wel is, uh, oh, echt? Nou, niet, niet uh, de speeltjes of zo. Maar ik pak wel eens gewoon... Uh, in plaats van het voer dan in de bak, dan pak ik gewoon het handje eruit. En dan ga ik gewoon uh, op mijn hurken zitten. En dan gooi ik gewoon losse brokjes door de kamer. En dan, dat vindt ze heel leuk. Dus dat is ook een oh, soort ja. Een Zoekspelletje. Bij... Ja, of soms verstop ik ook gewoon eten in huis. En dan... Uh, dan weet ze ook wel uh, uh, dat dat gebeurt en dan gaat ze zoeken. Dus dat is wel heel leuk. Dus zo uh, probeer ik ook een beetje de beweging erin te houden. En ook uh, ja. dat ze niet alleen maar aan het schokken is. Want dat doet ze wel echt als, als er eten is. Dus probeer ook een beetje spelende wijze met eten om te gaan. En heb je ook wel eens geprobeerd vers voer te geven? Nee. Echt, echt zelf uh, courgettes koken en zo. Nou, dat zou ik echt zielig vinden als je courgettes aan me gaat geven. Ja, dat is nee, wel een beetje echt een ding te zijn hoor. Echt als bij katten? Katten wil, Ja, als je katten wil uh, doen afvallen, dan uh, dat je courgettes helemaal uh, stuk kookt. En dat, dat eten ze dan? Dat eten ze dan. Ah, ja, bij honden is dat uh, met sperziebonen, maar die kan je gewoon uit blik. Oh, echt? Kan je er gewoon doorheen. Uh, ja. Ja, ja, groenten. Maar dat zou, nee, maar ik bedoelde meer iets van kipfilet, dat je dat een keer lekker kookt en dat ze dan helemaal kwijlend. Uh, nee, ik heb, ik heb af en toe wel eens nat voer, Dat is wel echt heel erg dol. Ja. En dan uh, als dat zakje open gaat, dan uh, gaat ze ook op de achterpootje staan. En dan, ze kan ook heel lang op de achterpoten staan. Dus je, dat dus ze kan echt... wel trucjes. Ja, ze kan wel trucjes, ja. <laughs> hey, en als je dus um, dan nadenkt over wat de dierenarts tegen je zegt. Van, goh, hè, je moet even een beetje afvallen en zo. Uh, is het dan moeilijk voor je om je daar aan te houden? Of... Ja, dus eigenlijk ben wel ben je... moeilijker dan ik dacht. Want, ja, um, ja Kimi is gewoon de hele tijd helemaal gaan smeken om eten. En af en toe denk ik... Oh maar je hebt echt heel erg honger. Weet je? Ik trap er gewoon in. Ja. En dan denk ik: Oh, ik zou echt zo'n slechte vader zijn. Het wordt nog leuk, inderdaad. En ze manipuleren kinderen mij uit. helemaal ja. straks. Dus um, ik was daar. Maar nu heb ik die voerbak. En um, ja, ik hoef in principe geen eten meer te geven. Dus dat Dat, ja. ze, ze krijgt dat ieder, maakt het voor jou ook makkelijker. Of zo? Ja, en ze krijgt gewoon iedere dag precies hetzelfde. Ja. Uh, op uh, precies dezelfde tijden. Uh, dus dat is denk ik voor, uh, voor zowel mij als de kat uh, heel goed. Ja. Zou je nog een huisdieren erbij willen? Ik heb wel eens gedacht aan, aan nog eentje, dus een, een kitten erbij of zo. Ja. Dat, je, nou, dat het geen bedreiging is voor Kimmy, want Kimmy is al wat ouder. En dat ze misschien ook een beetje zich daarover kan ontfermen. Ja. Maar ik denk dat ik, Kimi, ik ik wil het echt alleen doen als het voor Kimmy leuker is. Maar ik denk echt dat ik Kimmy een groter plezier doe hoe het nu is. Ja. Ik denk echt uh, dat ze nu heel gelukkig is en met eventuele veranderingen of zo, dat ze alleen maar ongelukkig is. Dat ze nou niet goed tegen uh, nee. kan. En heb je wel eens overwogen om een hond te nemen? Nou ja, uh... je vriendin die heeft natuurlijk al een gasthond af en toe. Ja, dus dat hebben we wel een beetje geprobeerd en op, op zich reageerden ze daar wel goed op. Um, dus, maar ik kijk, ik woon nog niet samen. Dus nee. als ik nu een hond zou nemen, dat dat is echt heel veel werk en dan moet je echt heel erg veel van anderen gaan vragen en dat ik woon ook helemaal niet leuk. Ik woon nog midden in de stad. Oh ja. En, uh... Ja, ik ben ook wel eens met die leenhond uh, gaan wandelen met woezel bij ons in de stad. En uh, die werd helemaal gek van bussen en auto's. En uh, ja, ja dat is geen moment rust. Nou weet ik, jij bent niet alleen een kattenvriek Maar jij uh, bekommert je ook om uh, de wereld en de dieren die uh, ja. uh, leven op uh, deze aarde. Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Ik heb de afgelopen vijf jaar wel een soort omslag gemaakt eigenlijk in mijn leven. Ik... ik... Een burn-out gehad. En eigenlijk daardoor ben ik heel erg uh, me gaan focussen op, op, op. Ik kreeg letterlijk het advies: ga naar buiten winter je haren en uh, wandel het eruit eigenlijk. Ja. Op, of hardlopen het eruit. En dat heb ik gedaan. En daardoor ben ik eigenlijk heel erg uh, gecharmeerd geraakt van, van de wereld om me heen. En natuur en uh, ja, de, de kringloop van alles, de seizoenen echt. Ja, eigenlijk belachelijk als je er zo over nadenkt. Maar echt, echt gewoon een soort verliefd geraakt op buiten en de natuur. Maar waarom zeg je nou dat je, dat, dat belachelijk is? Nou, ja, om, omdat ik eigenlijk dus heel lang een soort van mijn ogen daarvoor heb gesloten. En ik, ja. ik hield eigenlijk alleen maar van, uh, nou, van als ik op vakantie ging, dan wilde ik gewoon in een fijn hotel en luxe en zo. En, ja. en nu wil ik alleen nog maar strandcampings eigenlijk. <laughs> je? We waren ook in Frankrijk op vakantie, gewoon bij zo'n wijnboer. Nou, echt ranzige zo. Met, met spinnenwebben en zo. Maar dat, dat, dat wil ik. Ik wil gewoon buiten zijn. Ja. En dus ook uh, daar bewust mee omgaan met, ja. wat je, met wat je om je heen hebt. Ja, en, en, en dat proberen zo goed mogelijk te behouden. En, en wat kan ik daar zelf aan doen in huis? Is nou ja, plastic tasje mee naar de supermarkt nemen zelf. Um, ik probeer weinig vlees te eten. Um, en en, en me, via mijn werk eigenlijk, of via het, het platform wat ik heb... Maar ook, uh, ja, en, en natuurlijk een, een mooi Instagram uh, kanaal en zo, via daar ook proberen uh, iets van duurzaamheid ja. uit te stralen. En ik probeer gewoon heel duidelijk te maken dat ook gewone mensen, zoals ik, gewoon ook met duurzaamheid bezig kunnen zijn. Ja. Zonder dat dat gelijk geitenwolle sokken, uh, uh, links achteruit bekerende biogarden is. Sterker nog... Plastic soep sokken. Ja. Ik heb ze aan. Ja, het zijn witte sokken, want ik was heel erg fan van, van witte sokken en ik ben heel erg fan van ja de oceaan en en de orka's die daarin leven. En ik dacht, ik ga die, die twee liefdes met elkaar combineren. En toen bedachten we ook nog van, nou oh, misschien kunnen we dan de opbrengst uh, aan Plastic Soep Foundation uh, storten, die natuurlijk zich inzetten voor een plasticvrije zee. Ja. Uh, en die sokken zijn weer gemaakt van uh, gerecycled plastic en gerecycled karton. dus dat kwam allemaal mooi samen. samen. Ja, ja en, en iedereen wilde het ook hebben. Ook vrienden en zo. Hey, heb je die sokken nog? Ik zei ja, maar je moet ze wel echt kopen. Ik ga ze niet weggeven, nee. want uh, het is voor een goed doel. Nou, dan vind je deze camper waar we in zitten waarschijnlijk ook extra mooi. Uh, ik heb eerder een boswandeling gemaakt met uh, Louis, een van de oprichters van Edgar en Cooper. Edgar en Cooper is een dierenvoedingmerk die onder andere heel erg bezig zijn met duurzaamheid. Gaan we even naar dat gesprek kijken. Zo, so, even een lekker snackje voor de honden. Ja. Die geef ik natuurlijk ook wel eens. En ik hou zelf uh, voor mezelf ook graag van snackjes. Maar hoe doe je dat nou verantwoord? Ik hou ook van snacken, Evelien. Uh, ik vind dat uh, lekker. Uh, maar het belangrijke is dat het gezond is. Uh, een hond moet je soms belonen als hij goed gedrag toont. Als hij lang alleen thuis geweest is, dan wil je wel een, je wel een gezonde snack geven aan je hond. Maar wat is een gezonde snack? Een gezonde snack voor mij is een snack waarbij dat, uh, dat, uh, de grondstoffen die gebruikt zijn zo natuurlijk mogelijk zijn. Uh, vers vlees, uh, fruit erin. Dus eigenlijk zo natuurlijk mogelijk en zo weinig en zo gezond mogelijk uh, gebruiken we onze ingrediënten in, uh, in onze snoepjes. Wat voor soorten snacks heb je allemaal? Um, bij het GAR Coopra wil ik op zoek gaan naar momenten. Uh, eigenlijk moet je het afvragen welk moment bleef ik nu met mijn hond. Uh, een daarvan is belonen als hij goed gedrag het hond heeft. Uh, daar heb je de bites voor, dat zijn kleine snoepjes die je de volledige dag door kunt geven. Of een puppy dat je bent aan het trainen. Daarnaast hebben we ook een, een jerky ontwikkeld, dat is een grotere snack eigenlijk. En dat geef je meer als een grotere beloning ook voor je hond. Bijvoorbeeld, als je komt thuis, je hebt je hond een paar uur alleen uh, thuis gelaten, dan mag dat wel een grotere snack zijn. Dan geven wij als jerkies. er niks gesloopt is. Als er niks gesloopt is, inderdaad. <laughs> En laatst is de energiereep die we hebben van de Jan Cooper. Je um, had ermee gaan wandelen in het bos. Je heeft energie nodig, een snack nodig. Dan je hebt de energiereep en dan geeft je hond terug een portie proteïnes binnen, dat hij weer vol has kan lopen door het bos. Nou heb jij je honden vaak mee naar kantoor. En dan kan ik me voorstellen dat de verleiding groot is om de hele tijd ze te belonen en even wat te geven. Klopt. Uh, we zouden dat graag doen, maar dat mag eigenlijk niet. Eigenlijk moet je de, de, de hoeveelheid snacks beperken tot 10% van zijn dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voeding voor je hond. Dus je mag daar niet over gaan, anders wat zal er gebeuren? Dan zal hij snoepjes krijgen en als hij de energie niet gebruikt die erin zit, dan gaat hij dat omzetten in lichaamsvet en zal hij de hond verdikken. Ja. Dus eigenlijk moet je echt beperken tot 10% van de van dagelijkse hoeveelheid voeding dat hij krijgt. En jullie kantoor, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is het helemaal vol met honden? Vol met honden. Uh, iedereen mag zijn hond meenemen op kantoor. We hebben luide honden, we hebben stille honden, we hebben vechtersbaasjes. Dus er uh, zitten daar toch wel soms 10 tot 15 honden, dus kan er zeer luid gaan. We hebben onder andere een hondenlounge, waar uh, ze samen met hun baasje kunnen, waar baasje is aan het werken is en de hond aan het spelen is met andere honden. Dus we hebben wel een omgeving gecreëerd waar de hond en zijn baasje vrij kunnen leven en doen wat ze willen. Louis, dankjewel voor het delen van je liefde voor dieren, je kennis over honden en diervoeding. Ik wens je veel succes met je bedrijf en ik hoop dat we elkaar nog eens tegenkomen. Dankjewel, graag gedaan. Vakantie, je bent net op vakantie geweest. Ja. Uh, hoe lang ben je weg geweest? Uh, ik ben een week op wandelvakantie geweest en daarvoor ben ik nog een week uh, in een huisje in Frankrijk uh, gaan zitten met vrienden. Zonder Kimi. Zonder Kimia. ja. En dat is, dat is wel hetgene wat ik het meest heb onderschat aan het hebben van een kat. En dat is wel iets minder dan als je bijvoorbeeld honden hebt. Maar dat je wel echt altijd de verantwoordelijkheid hebt over een schone bak, water en ja. uh, voeding, wordt dan door, die, door het ding geregeld. Ja. Maar ja, dat je echt de verantwoordelijkheid hebt. En ik vind het ook wel. Ja, ik, ik, ik heb liever ook dat iemand als ik op vakantie ben in mijn huis woont en echt met die kat bezig is. Dus dat Cimini geen verandering merkt, behalve dat jij er niet. Is. Ja, dat uh, vind ik wel belangrijk. En dat had ik eigenlijk deze vakantie voor het eerst niet. Want ik had normaal tijd een vriend van mij in huis wonen. En uh, die wilde dat heel graag. Want die had zelf een heel klein huis. En dan uh, bij mij uh, had hij de, de, de ruimte. De ja, en in, in, midden in de stad, dat vond hij heel leuk. Maar die is verhuisd. Dus uh, nu had ik uh, de, de, de buren. Oh ja. En die waren aan het klussen, dus dat was ook wel fijn, want dan konden ze bij mij thuis een beetje koken en uh, naar de wc normaal. Ja. En dan konden ze daar weer uh, lekker klussen. En dat was voor Kimmy ook heel gezellig, want die, uh, ja, dat was een beetje aanspraak. Ja. En hoe ga jij dan op vakantie? Zeg je dan Kimmy twintig keer gedag voordat je de deur achter je dicht trekt? Of... Ja, ja, ik ben wel heel goed, ja? ook heel erg in mijn hoofd van oké, okay, maar heb ik echt, echt die buurman uh, goed geïnstrueerd? Ik, heb, ik had ook een heel lijstje gemaakt. Met uh, Kimmy mag niet voor naar buiten, wel achter. Uh, Kimmy wil dit. Kimmy uh, vers water. Weet je wel echt. Ze hebben zelf ook katten die. Ja. Uh, dat, die hoef ik hoef echt niks uit te leggen. Maar ik had echt. Ik denk, nou, van mijn kant moet het helemaal duidelijk zijn. Als er dan wat misgaat, is het niet mijn schuld. Nee, precies. Uh, ja. Voel je je schuldig als je weggaat naar haar toe? Ja, eigenlijk wel. Ja? Een beetje wel. Dus ik vind ook heel. Ik probeer ook nu echt gewoon veel thuis te zijn. Niet s'avonds uh, lang weg of. Uh, dat je mijn vriendin daar ging ook bij mij slapen, nu weer uh, in plaats van bij haar. Omdat ik gewoon ja. Even goed maken. Ja, dat vind ik echt wel belangrijk. En geeft ze je dan ook de cold shoulder? Weet ik niet. Ze heeft wel vannacht over mijn bed gekotst uh, met haarballen. <laughs> dat lijkt me duidelijk. Dan hoor je zo bop. Dus uh, ik weet het niet. Ik, ik weet niet wat echt is. En, uh... Nee. Maar ja, goed. Hoe doe jij dat in een... Ja, we hebben echt een rukzomer, maar uh, als het heel warm is... We hebben natuurlijk vorig jaar allemaal records, of twee jaar geleden. Ja. De, hoe, hoe houdt ze het dan uit? Ja, ik heb niet het idee dat ze er heel veel Lasten. last van heeft. Nee, maar je zei uh, ook al dat ze niet van kou houdt. Dus. Nee, maar ze is, ook, ze, is, ze is sowieso al langzaam, dus ze maakt zich gewoon niet druk. En dan, uh, ja, dan doet ze nog iets minder. En ik gooi altijd uh, ijsblokjes in het uh, water. En dat, uh, dat vindt ze echt, wel leuk. Echt, jongen? Ja. Wat een luxe poes. Ja, letterlijk. Ja. Maar dat vind ze zo. Ja, dan denk ik, ach, dat arme katje heeft het super warm. En uh, ja, ja, ijsblokjes in de, in de eetbak. En heb je dan ook dat als je op vakantie bent en je ziet ergens een kat lopen... Dat je dan eerst je hart even overslaat. Dat je denkt, oh, Kimi, En dat je dan met die kat dan maar een beetje plaats van ja. vrienden gaat maken. Ja, gisteren nog in de stad. We liepen terug van een restaurant, ik en mijn vriendin. En uh, ja, er was een kat op het <laughs> En dan moet ik gewoon even, even knielen, even laten ruiken. En uh, ja, als het dan goed zit, dan uh, even, aaien. even een oh. ei over de boel. Mensen die katten hebben, die herkennen dat wel ja. gewoon. Dat, 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 dat is wel grappig. Ik krijg wel toch een beetje ander beeld ook van katten. Namelijk dat ze veel aanhankelijker zijn dan dat ik ze inschat. Ja. Kennelijk. En dat ze dus ook leuk vinden als een vreemde even een aai over hun bolletje geeft. En, zo. en als je op vakantie bent en je ziet zwerfkatten, heb je dat al vaker uh, meegemaakt? Voer je die dan? Wil je ze dan redden? Nee, ik heb wel toen op Bali heel veel zwerfhonden ja. tegengekomen. En dat ja, ben je toch een beetje voorzichtiger. Ja. Um... Met hondsdolheid en dat ja, soorten. precies. Maar dat ja, ik vind het vooral eigenlijk heel zielig dat ja. ze zo uh, alleen op straat lopen. Ja. Ik heb wel een keer in Griekenland gehad op vakantie, uh, dat wij in een restaurant zaten en echt dat hele restaurant. Die mensen vonden dat ook prima. Die, dat liep gewoon vol, was gewoon vol met zwerfkatten ja. en die komen dan uh, zo'n beetje leuk uh, langs je tafel en hadden zo'n mooi visje, weet je wel. Dus <laughs> ik denk, nou, op oh. <laughs> nou jongen, echt ik. Ik deed zo heel voorzichtig, weet je wel. Ik liet oh ja. het niet los, want ik dacht, oh, nou ja, een beetje als met een hond, weet je wel. Dat je dat dan echt wil uh, voelen, een beetje op de hondenmanier deed ik het. Nou, echt, ik kreeg een rang, zo oh. klauw in me. Dus toen dacht ik, oh, oké, okay, hier ga ik maar even een beetje voorzichtiger mee zijn. <laughs> maar ja, het is wel inderdaad heel verleidelijk ook, hè. Om die beesten toch een beetje eten te geven. En een beetje, ja, als ze dan zo... N rammager rondlopen, dat vind ik dan ook weer zielig. Ja, je hebt heel veel, heel gauw, toch, toch het idee van: ah, het is echt zielig. Ja. Dat heb ik, dat zelfs al bij Kimmy, terwijl ik weet gewoon wat hij aan eten krijgt. <laughs> en soms trap ik er zelfs nog in. Ik, nou, ja. neem een beetje extra. Ja, ja. Ik ga een klein spelletje met je doen. Oeh. En ik begin bij de brokjes over het eten gelijk weer. Uh, dat is toch een groot thema bij uh, jou, Kimi. Als je kat droge brokjes krijgt, moet ze meer water drinken. Waar of niet waar? Oh, de kennis. Uh, ja. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Uh, ja, wel. Wel? Ja, okay. het zijn echt letterlijk droge brokjes. Dus ja. dan uh, moeten ze gewoon eventjes iets meer. En als je nou bijvoorbeeld courgette geeft. <laughs> ja, daar zit veel water in. <laughs> daar misschien. zit heel veel vocht in. Ja. Dus dan, uh, dan hoef je dat okay, natuurlijk niet te doen. Het is beter om katten meerdere keren per dag een beetje eten te geven. Dan één keer per dag een volle bak. Ja, waar dat of is niet waar. waar want ja. in de natuur krijgen ze ook soms een dag helemaal niks en dan hebben ze weer iets gevangen en zo. Dus ja. dat komt heel erg vanuit, uh, ja, vanuit de natuur hoe, uh, hoe katten dat vroeger ja, hadden. Ja, precies. En het is dus inderdaad zo'n volle bak. Uh, als het een schok op is, zoals Kimi, dan uh, worden ze snel te dik. Uh, als je kat een prooi van buiten meeneemt, betekent dit dat ze honger heeft en dat je dus beter op voeding moet letten, waar of niet waar? Nee, volgens mij niet. Het is uh, volgens mij echt spelen en uh, uh, trots uh, dat als een trofee naar binnen willen, binnen willen brengen, toch? Ja, sterker nog, het is echt het jagersinstinct. Ja. ja, daarom zijn die beesten vaak en niet dood. Uh, en anders eten ze ze wel op, inderdaad. Ja. Um, een belletje om de nek van een kat is handig voor de baasjes, waar of niet waar. Ja, het is volgens mij handig voor de baasjes, maar het is volgens mij ook voor de vogeltjes is het heel leuk, want die uh, horen op tijd uh, het belletje. Maar volgens mij heb ik ook wel gehoord dat ze makkelijk uh, ergens achteraan blijven haken of zo. Dus dat vaak een bandje of een belletje uh, toch niet zo uh, katvriendelijk is. Ja, het is inderdaad uh, niet waar. Uh, dus het is wel handig inderdaad om als baasje te weten waar je hondje... Is. Oh, je hond, je kat is. Kun je nagaan, nee. Uh... <laughs> echt een hondenmens. <laughs> echt een hondenmens. <laughs> um, en inderdaad, dat klopt. Ik dacht, ik heb een leuke toegevoegde waarde. Maar jij hebt het al gezegd. Uh, de prooi hoort uh, de katten ook aankomen. Dus die kan, uh, kan hem smeren. Maar ik ben ook echt wel iemand die gewoon als hij iets nieuws krijgt. Of een, of een hond. Of nou, misschien straks ook met kinderen dat gewoon ik lees me echt ik wil alles weten ja? ja ik zit echt gewoon op fora en zo en ik wil gewoon echt nou wat ik net ook vertelde ik wil gewoon zeker weten dat vanaf mijn kant ik er alles aan gedaan heb ja. om het om het zo goed mogelijk te krijgen dus ik uh, en ik vind het ook wel echt leuk om uh, ja echt alles van van oh, te echt, weten oor, als jij een kind krijgt weet je hoeveel boeken <laughs> er geschreven zijn hoeveel voorraad er zijn en over opvoeding over en... opvoeden je kan de Franse opvoeding en de, nou ja goed het is echt uh, ja, het wat, ja. moet ook een beetje op je gevoel afgaan okay. achter uh, een kat heeft minder aandacht nodig dan een hond waar of niet waar ja het zal wel niet waar zijn maar als ik, als ik kijk naar de, dat je honden drie keer per dag vier keer per dag moet uitlaten en dat heb ik bij Kimmy niet ja. Nee, ja niet waar klopt een hond moet vaker worden uitgelaten Klopt ook als een zwerende vinger, maar katten zijn veel meer gezelschapsdieren en willen knuffelen. Ja. Dus het is toch niet alleen om eten als Kimmy bij je op schoot komt zitten, maar ze wil ook gewoon echt knuffelen. Ja. Uh, tanden van katten horen sterk wit en niet verkleurd te zijn. Waar of niet waar? Dat weet jij denk ik als je toch al alles. Oh. Nou, dat weet ik echt niet. Volgens mij hebben dieren altijd wel een beetje, dat is altijd een beetje geel toch? En dat niet zoals bij mensen dat het uh, stralend witte uh, prodent moet zijn. Dus ik, uh, ik denk eigenlijk dat dat niet waar is. Ik bedoel, gebit is wel belangrijk, maar ja. volgens mij hoeft het niet stralend wit te zijn. Het is uh, wel waar. Ja. Ja. Als ontstoken tandvlees niet wordt behandeld, kunnen tanden beschadigen en uitvallen, uh, en daardoor kunnen katten natuurlijk last krijgen met eten. Ja. Dus ze heeft wel uh, laatst uh, een paar tandjes moeten laten trekken. Oh. Omdat die uh, daar was iets mee. Dus uh, ze heeft minder tanden nu. Weet je niet meer. Ik weet niet wat het was eigenlijk. Uh, een poes moet, je, uh, moet eerst een nestje hebben gehad. voordat je haar kunt steriliseren. Waar of niet waar? Oh. Dat zou betekenen dat Kimmy dus al wel een keer een nestje heeft gehad. Want Kimmy is wel ja. uh, geholpen. Nee, ik denk niet dat het waar is. Is ook niet waar. Oh, okay. Nee, je kan het best met je huisarts overleggen. wanneer je uh, dat kan doen. Want je ja. hebt ook. Uh, um, zeker als katten wat ouder worden. en volgens mij geldt dat ook voor honden. Uh, dat ze dan uh, kans hebben op. Oeh, daardoor. Uh, ja, als je ze, als je bijvoorbeeld die hormonen dus door laat gaan uh, en dan uh, dat je dan dat uh, door laat lopen, dan kunnen ze die kant stoppen. Oh ja. Een gecastreerde kater zal minder vechten met andere katten en is vaak trouwer en aanhankelijker, waar of niet waar. Ja, dat moet toch wel waar zijn. Dat, uh, die, dan, dan heb je toch minder van die hormonen die door je lijf gieren. En we weten allemaal uh, hoe gek je daar af en toe van kan worden. Dus uh, ja, ik denk wel dat het waar is. Zeker waar. Ja. ja, helemaal goed. De laatste vraag die ik aan jou ga stellen, die stel ik ook aan, uh, aan al mijn gasten, is de geluksfactor die uh, Kimmy jou uh, brengt op een schaal van 1 tot 10. Welk cijfer zou jij geven? Ja, wel, uh, ja, wel een dikke. Negen eigenlijk wel. Qua, qua, ja, nou wat ik aan het begin van de podcast zei. Echt een van de beste keuzes die ik heb gemaakt. Uh, omdat het ook, nou ja, mijn relatie ging uit en ik, ik woonde weer alleen in huis. En er was ineens altijd uh, een katje en die, daar kan je voor zorgen. En uh, nou, daar heb je ook een soort doel mee. En als het te dik is, dan laat je dat afvallen. En uh, nou, dan ga je er voor het eerst naar buiten laten en zo. Dus het, 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 ja, het leven heeft een soort kleine betekenis erbij gekregen. En dat is echt heel leuk. En, uh... en heeft ze je ook een beetje troost gegeven toen? Ja, zeker. Ja, ja. absoluut. Ik, zeker echt in die beginweken uh, was ik echt... Uh... Ja, vond ik daar heel veel troost in. En ja, waarschijnlijk is dat ook alleen maar iets wat ik zelf daaruit haal. Niet per se uh, de bedoeling van zo'n kat. Maar ja, het geeft je toch. Het is boeiend. Dus uh, ja, echt een dikke negen. En uh, ja, die, dat ene puntje is dan uh, ja, dat je toch... Soms naar de dierenarts moet, uh, af en toe stress. Soms wil je ook gewoon een keertje ergens uh, een weekendje weg en uh, heb je geen oppas. Dus, dus dat. Maar... Nou, dat is maar één minpuntje. Nee, maar dat echt iedereen maar die luistert, wel, ja. die, die nog geen kat of, of honden heeft. Ja, uiteindelijk als je er goed voor kunt zorgen en, en je kunt zo'n beetje een thuisgeven, doe het echt. Want je wordt er zo blij van. En, het verrijkt je leven. Ja. Dat vind ik nou ook. Goed en ik zo. heb ook nog een cadeautje voor je. Als jij nou even dit met mij wilt oppakken, kijk. Wow. Ja, dit is een um, setje. Ja, het is heel vreselijk, maar het is toch weer eten. Ja, daar willen ze blij mee zijn. Uh, en een uh, leuke bakjes waar je lekker eten en uh, water met ijsblokjes voor uh, La Grande Dame in kan doen. Ja, al wat leuk. Dankjewel. Alsjeblieft, veel plezier ermee en uh, geef een ei aan Kimi van mij. Want ik ben nu toch een beetje katten om. Ja, we gaan hem samen terugkijken. En dit was voorlopig de laatste aflevering van de Honden en Kattenkast. Heel veel dank voor het kijken of luisteren. En heb je een van de afleveringen gemist? Luister of kijk die dan terug in jouw favoriete podcast-app of het YouTube-kanaal van Pet's Place.